even prikken. Kijk, en nu komt er een kleurloos vocht uit. En als we nu nog een andere bil hier openhalen bijvoorbeeld, dan voelen we dat alleen. Die bil komt er vrij gemakkelijk af. Als op die eenden mogen rosé zijn, hè. Laat er geen vergissing over ontstaan, die mogen rosé zijn. Maar ze moeten wel gaar zijn. Dus we gaan ze die eenden eruit halen. Kijk, vocht dat eruit loopt ook, dat duidt er duidelijk op dat ze gebakken zijn. Nummer 2 komt er ook uit. Hetzelfde. Nu, voor zo'n eenden te versnijden, de meest voor de hand liggende manier, simpelste, dat is wat we bijvoorbeeld met een fazant ook doen, of met een kip, maakt inderdaad die billen los. Ik heb u er straks al gezegd, zo'n bil van een eend, dat is geen feest. De beest heeft te veel gelopen en te veel gezwommen. Dus. Maar die bovenbilletjes ervan, je kunt dat uitpellen, een klein ragoutje van maken. Maar wij gaan ons nu bezighouden met dus de filet zelf. Dus we snijden in naast het borstbeen. Hierachter zit zo'n driehoekig beentje. Daar gaan we rond. En we gaan naar beneden recht. Zo. Voilà. In één beweging halen we het vel van de eend, want zo'n vel is tamelijk taai. Zien dat we de filet niet te veel beschadigen. Zo, zo. Voilà. Dat is dat binnenfiletje dat hier feitelijk in hangt. Soms vinden dat niet terug in een keuken. Maar het is even dat opeten. Het beste stuk. Nu, wat gaan we nog doen? We hebben die tweede eend. Ik laat zien hoe je dat moet doen om die op een andere manier te snijden. Dus je snijdt niet diep in, maar je snijdt zodanig in. Wacht, ik ga al eerst de billen eraf. Zo. En dan snijden we toch tot tegen het borstbeen naar beneden. We snijden dat hier los. En we snijden dat ook hier los. Van onder. Zo. Een goede trancheur, een voorsnijmes. En dan is niet meer dan, kijk. En dat is ook wel eens plezant. Dan heb je echt dunne plakjes eend. Snijden op het borstvlees. Het laatste schelletje eraf. Voilà. En dan gaan we dat allemaal even netjes opzij leggen. En we gaan beginnen aan de opmaak van ons bord.